Ik ben Alek, 21 jaar oud en al sinds mijn zesde levensjaar fanatiek visser. Afgelopen voorjaar ben ik op solo visavontuur gegaan in Amerika. Op zoek naar de meest tropische vissen om van mijn bucketlist af te streven. Ik neem jullie mee tijdens dit geweldige avontuur. Dit is mijn reis. Welkom jongens bij weer een nieuwe dag. Ik ben vandaag een stukje naar het westen gereden, een half uurtje gereden vanuit Pedersie. En echt in een totaal andere plek. Pedersie is redelijk droog, nou, echt in ieder geval helemaal geen oerwoud. En nu zit ik toch best wel weer in een beetje oerwoud. We waren net op brulapen. Ik ben net een schorpioen tegengekomen, dat ik net in mijn eerste story gezet. Dus dat kun je hier zien nu. En ik had gewoon op Google Play of op Google Maps had ik wat rotsen gezien. Ik dacht, ik ga ze eens uitproberen. Ik heb twee hengels mee. Mijn lichte hengeltje voor wat chatjes. En dan mijn iets zwaarder met een popper. En wat grote kunstzaas heb ik natuurlijk in mijn rugzak zitten. Ja, ik ben wel benieuwd. Het is een nieuwe stek. Het is een gokje of ik überhaupt kan vissen. Maar ja, dit soort plekken zijn natuurlijk wel echt geweldig voor muggen en dat merk ik ook wel. Dus ik moet een beetje hier zo snel mogelijk doorheen en dan de oceaan opzoeken. Ik ben benieuwd. Jongens, ik heb denk ik wel een mooi plekje gevonden om even te proberen. Kijken. Gelijk een aanbeet, jezus. Oh. Jezus, ik had gelijk een aanbeet. Eerste worp, gewoon liet hem afzakken en... Oh. Wow, yo. Oké, er zit wel vis. En veel ook. Ik krijg wel veel aanbeten, maar ik mis ze wel allemaal. Hier, sneetjes. Ja! Nice. Het is best wel sterk ook. Oh, wow. Dit is wel de grootste van deze soort die ik ooit heb gevangen. Deze dingen hebben tanden. Holy shit, jongens. Fucking vette vis. En ik weet niet of hij zijn bek nog een keer open doet. Ja. Kijk die tanden. Holy fuck. Ja, daar wil je niet in komen te zitten. Vet, ik ga hem weer vrij laten. Kijken of we de tweede vis snel kunnen vangen.
Oh, oh. Fuck. Ik voelde best wel sterk aan. Ja. Oh. Ja. What the fuck? Oké. Nu ga ik de camera even verplaatsen. Oh. Als ik het goed heb, is dit een yellowtail snapper. Als het mooie vis is. Deze zijn natuurlijk nog heel klein, maar ze zijn wel heel mooi. Echt jong, van de een naar de andere, allemaal verschillende soorten. Superleuk. Oh joh, er komt gewoon een kreeftje uit, of een krab die je op heeft gekregen. Zijn het toch mooie visjes? Hier had ik net die grote van, deze soort. Wat het precies is, weet ik niet. Dus laat het achter in de comments. Wow! Jezus! Wat een aanbeter, jongen. What the fuck. Echt, jongen, ze willen mijn aas gewoon dood hebben. De golven worden wel steeds groter. Ik merk echt dat het water hard aan het opkomen is nu. Yes.
vlak onder het kantje. Prachtige visjes zijn het toch? Wauw. Wow, deze is mooi. Wauw. Deze heb ik nog niet eerder gevangen. Oh nee, hij schiet los. Jongen. Dan vang ik eindelijk een vis die ik nog niet eerder had gevangen. Spotted grouper was het volgens mij. Iets, een groepersoort. En dan schiet hij los. Oh, 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 oh. Nou ja, kan ook niet altijd 6 gooien. Oh. Ja. Jezus. Jezus. Het leuke van deze vis is ook niet, ook gewoon het snoekbaar is dat je eigenlijk altijd de aanbeet tijdens het zakmoment. En bij snoek ook meestal als je snoek vangt op een set en baars ook. Maar hier verwacht, kan je ze echt op elk moment verwachten. Nou jongens, een paar lekkere visjes gevangen. Dat is wel nice. Misschien dat ik nog ergens anders kan vissen, maar dat weet ik nog niet zeker. Deze gast is ook al te kijken van hoe de fuck ga ik terugkomen. Ik denk dat ik hier naar beneden moet, door het water lopen. Ik denk dat dat mijn beste optie is. Beetje sketchy. Zeker met een drone en een camera. Ja, toen straks liep ik hier volgens mij gewoon. En toen kon dat gewoon. En dat is echt een uur geleden of zo. Zo snel gaat het nu omhoog. Echt een stuk hoger. Want daar liep het net, maar ja, zoals je ziet gaat dat niet meer. Dus ik denk dat ik daar omhoog moet klimmen of zo. Camera en... Of ik moet hier omhoog en daar naar beneden. Ik denk dat dat nog mijn beste optie is. Ik ga dat proberen. Ja, ik ga gewoon klimmen. Daar heb ik niet de beste schoenen voor aan. Helemaal niet zelfs. Holy shit. Stenen laten ook los. Hij gaat het wel daar beneden proberen, denk ik. Better. Nu weer hier naar beneden komen. Oh, oké. Een ezel stoot zichzelf niet twee keer aan dezelfde steen, is het toch? Nou. This one? Ah, gracias. Gracias, amigo. Ik heb het overleefd. We survived. Na dit spannende einde besloot ik terug te gaan naar Pedassie. Want Sam stuurde mij een berichtje om nog een korte avondsessie te doen vanaf de boot. Really nice, man. I cooked it great. Come out and have a chew.
see those. Yeah, I saw it. Fuck. Two of them. It just cut your line like nothing. Gone. On there. Yeah, one. Okay, lots of fish showing under the boat right now. Only one hook is on there. Oh, it was a Sierra, probably. Every time the Sierra. Jack either. What could it be? Question, buddy. Staying deep. My accent. It's coming up right now. Nice fish, Alec. Yeah. Any ideas what it might be? Well, I have no clue. But it's pretty strong. Last cast of the day. Yeah. Ik zei nog heel eventjes net tegen Sam, laten we nog één keer proberen te jiggen. Eén keer. En dit is echt wel een goede vis. That would be my shout, Jack Crevel. Because he's stubborn. It would be a nice photo with the sunset. Uh-huh. There he is. There he is, in the water. Yeah. Nice big Jack. There he is. Good one. Big one. Look at his sickle tail. Yeah. Well, I'm going to put this down to boat your fish for you. Yeah,
there, buddy. Yes. It's amazing. Nice fish. You want to drop the jig out? Then I'll do some photos for you. That's it. Oh, nice fish. I really about in the sunlight here. Take this off. Oké, okay, recording. Nou jongens, super mooi. Nog even proberen. En nou, mooie vis, mooie Jack Revel. Ik ga hem weer teruggooien, maar ik ben er wel heel blij mee. Het is goed sterk, lekker op die lichte hengel. Maar let's release it. Doe de GT release. She's gone. Woo! Good job, buddy. Yeah, dude. Nice. Good ending. Good ending to the day. They are slimy. All right. Home, James. Try when you hit the beach, kill it. Yeah? Yeah. Wat een dag. Toch nog even een mooie vis gevangen. Veel aasjes verspild, maar door Sierra Mackerel helaas. Maar voor de rest nog een mooie jack op het einde. Dat was mooi, want ik zei dus nog even één keer proberen en dan bang! Een mooie jack erop. Ah, ik ben blij mee. Maar goed, lekker visdagje dus. Ik zie jullie al een keer weer. Dat was hem weer, beste mensen. Mocht je het nog niet gedaan hebben, vergeet dan niet even te liken, te reageren en natuurlijk te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week.